Dag jongens en meisjes. Vandaag gaan wij Peppa Pig en brandweerman Sam met Play-Doh verkleden als Sinterklaas en Zwarte Piet. Zijn jullie benieuwd hoe we dat gaan doen? Kom snel kijken. Dag jongens en meisjes. Superleuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag weer iets gaafs doen. Namelijk, we gaan een Sinterklaas video maken. Ja, Sinterklaas is weer bijna in het land. En wat gaan we nou doen? We gaan brandweerman Sam, Tom, George, Peppa en Susie gaan we verkleden. En deze Playmobil poppetjes die komen kijken naar de intocht. Zullen we gaan beginnen? Kom, laten we snel aan de slag gaan. Zullen we brandweerman Sam verkleden als Sinterklaas? Dat lijkt me wel een goed idee. Zo, eens even kijken. Laten we beginnen met... Eens even kijken, een witte baard. Ja. Pak we een beetje wit. Iets minder, denk ik. Kijk, zo. Maak er eerst even een mooi bolletje van. Zo, eens even kijken. Zo. Dan maken we hier een mondje in, zo dat hij zijn mond echt een baard is. Zo, kijk. Oké. Ja, die kunnen we zo nog wel even wat mooier maken. Zo. Ik plak weer eens even een mooie baard op. Kijk. Zo. Oké. Doe zijn mond iets hoger, zie ik wel. Zo, kijk. Dit is een mooie baard aan het worden. Zo. Zo, dat is één. Dan heeft Sinterklaas natuurlijk ook wat wit haar. Dus gaan we ook brandweerman Sam wit haar geven. Zo, kijk. En die, dat doen we op zijn hoofd zo. Huppakee. Dan gaan we nu... De mijter, dus de hoed van Sinterklaas, gaan we maken. Komt die. Even kijken, moet ik ook niet te veel doen, omdat hij te zwaar wordt. Zo, kijk. En daar hoort er ook nog een wit kruis op. Dat zit ook op de mijter. Zo. Nou, dit lijkt er aardig op. Dan gaan we nog een wit kruisje erop maken. Zo. Dat is één streepje. En dan moet er nog overdwars een streepje op. Zo, kijk. Oké. Nou, moet u eens even kijken. Dat lijkt wel ergens op. Dan gaan we hem op zijn hoofd zetten. Oké. Ja, dit wordt al iets. Zo. Maar dan moet hij natuurlijk ook nog een gewaad aan, een kleed, om. Zo, kijk eens even. Oké. Nou, dit moet wel aardig lukken. Komt-ie. Kom maar eens even, Sam. Over zijn schouders heen. Hé, hey. Kijk eens even. Dit lijkt wel een beetje op een Sinterklaas zo. Kijk eens even jongens en meisjes. Brandweerman Sam als Sinterklaas. Hé, hey, dat is grappig. Oké, nu gaan we naar de volgende. Zo, nu gaan we de pietjes maken. Zo, komen jullie maar eens even hier. Tom, jij als eerste. Tom krijgt een mooi hoedje op. Zo, maak er weer een balletje van. Zo, dan maken we het een beetje plat. Dan krijgt hij een mooie baret, kijk. Zo, heel goed. Dan vouwen we die weer even dubbel. Zo, kijk. En dan doen we die om bij Tom. Zo.
Dit lijkt wel een beetje op een pietje. Maar het is ook leuk om daar nog een mooie streep te maken. Of die pet, die baret. Ik doe het boven de pet. Zo. Eén. Twee. Drie. Dan is Peppa aan de beurt. Kom jij eens even hier, Peppa. We gaan jou een mooie groene pakje maken. We beginnen eerst weer met een balletje. Zo, kijk, plakken we die ook een beetje zo. Pletten we die. Kijk, dan heb je een mooie baret, net als Pietje. Kijk, vouwen die ook weer dubbel. Zo. En dan doen we die zo om jou heen, Peppa. Kijk. Oké. Okay. Zo, de handjes er doorheen. Oké, okay. Hier ook. Zo, moet je eens even kijken. Hé, hey, dat is leuk. Zo. Zo, dan krijg je ook een paar mooie rode stipjes erop, Peppa. Hup. Hier erop. Zo. Hier op de zijkant. Kijk. Dat is leuk. En dan bovenop je petje doen we dat ook. Balletjes maken zo. Oké, zo. Kijk, ook boven de pet. Pietje, Peppa. Maar jongens en meisjes, er hoort nog iets bij Sinterklaas en Zwarte Piet. En dat is natuurlijk de zak waar de cadeautjes in gaan. Zullen we die eerst eens even maken? Komt-ie. Zo. Ik dacht, dit is wel een beetje de kleur van een zak. Dus daar gaan we ook weer een balletje van draaien. Kijk, daar hebben we een balletje. Maar die zak is natuurlijk altijd aan de bovenkant. Zie je dat altijd dat het een beetje zo, kijk, zo is. Maar er zit natuurlijk ook vaak nog een touw omheen. Dus moeten we even kijken. Dat kunnen we al van donkerbruin maken. Pakken van donkerbruin. Kijk, dan maken we het daar. Oké. Okay. En die slaan we hier zo omheen. Dat is daar zo'n knoopje. Zo, kijk eens even, de zak van Sinterklaas. En daar zitten dan natuurlijk cadeautjes in. Die zetten we even hier neer. Maar wat ik ook nog wilde maken, jongens en meisjes, zijn pepernoten. Die leg ik even hier neer, zo. Oké. Kijk eens even naar de pepernootjes. Die hebben we ook nu. Maar wat hoort er nog meer bij? Dat is natuurlijk een cadeau. Laten we die eens even maken. Kijk. Van rode klei ga ik een vierkantje maken. Dan begin je ook weer met een rondje. Doosjes zijn natuurlijk vaak met rechte hoeken. Niet altijd per se vierkant. Zo, kijk eens. Dit is een mooi vierkantje. Maar er wordt natuurlijk ook nog een lintje omheen, zodat het papier bij elkaar blijft zitten. Dus dan ga ik even zo, even rollen. Zo, let op. Drukken we dit erin. Doen we hier overheen. Zo. Oké, dan doen we deze hier overheen. Zo, deze doen we hier overheen. Hop, hop, hop. En kijk eens hoe mooi dat past. Zo. En dan nog een leuke strik bovenop. Zo. Oké. Kijk eens even wat leuk, jongens en meisjes. Hé, grappig hè?
kijk eens even wat we nu hebben. Een mooi cadeautje. De zak van Sinterklaas. Peppa verkleed als Zwarte Piet. Tom verkleed als Zwarte Piet. En brandweerman Sam verkleed als Sinterklaas. Nou, we kunnen nog wel even doorgaan, jongens en meisjes. Maar volgens mij is het al hartstikke leuk geworden zo. Nou, jongens en meisjes. Dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil je nou een berichtje ontvangen als er weer een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgen jullie gratis automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!